Dus boor altijd ongeveer 1/18 van de dwarssnijkant. In dit geval zou een boor van 4 mm, als dit dus 5 mm is, zou al voldoende zijn. Dat is de maat die je voor moet boren en niet groter. Samengevat, als het niet nodig is, niet voorboren. Merk je dat het met de grote boor niet in één keer lukt, dan moet je voorboren. Uiteraard afhankelijk van het materiaal, want de bedoeling is dat je de dwarssnijkant erin kan brengen. Mocht dat niet lukken, ja, dan zal je dus op moeten meten en een klein gaatje voor moeten boren. Meer informatie over verspaning vind je op de kennisbank op onze website www.dormapramet.nl.